Mijn gast is een van de bekendste comedians van Nederland. Hij is al sinds het begin lid van Nederlands oudste comedygezelschap Comedy Train en heeft maar liefst 11 cabaretprogramma's op zijn naam staan. Verder ook nog 26 films, 13 televisieseries en 4 ingegroeide teennagels. Daar komt nu één avondshowbezoekje bij. Laat je horen voor Theo Maassen! Welkom. Dankjewel. Ja. Een hartelijk applaus van ons publiek. Fijne Valentijnsdag. Ja, jou ook. Leuk om jou een keer op televisie te ontmoeten. Ja. Normaal zie ik je alleen in het echt. Ja, dat is waar. Ben jij romanticus? Heb je Valentijnsdag gevierd? Ik heb vanmorgen een tompoes gekregen van mijn vrouw. Wat lief. Wel heel lief, ja. Maar en niks teruggedaan? Nee. Maar heb je er ooit wel eens romantisch voor je... Nou, ik heb toen wij net een relatie hadden, toen was ik heel erg verliefd en heel erg bang dat ik er weer kwijt zou raken. En toen op de eerste Valentijnsdag, toen heb ik haar 16 kaartjes gestuurd met verschillende handschriften en verschillende namen. Dus als iemand haar ook een kaart zou sturen, zou dat ondergaan in die massa. Oh. Om dat zeg maar te ontmantelen. Dat is super romantisch. Ja, en ook een beetje onzeker. Ja, maar dat hoort er. Dat is een beetje hetzelfde misschien wel. Wat leuk. Maar ik heb ook. Nou ja, maar dat komt zo misschien wel. Maar ik heb ook een cadeautje voor jou. Wel. Ik heb wel iets voor jou. Ik heb niks voor mijn vrouw, maar ik heb wel iets voor jou. Ik weet niet. Is het een romantisch cadeautje? Ja, ik denk het wel. Nou ja, ik zat te denken, een van de hoogste vormen van liefde is toch wel dat je gezien wordt. Dat iemand naar je kijkt en je echt ziet voor wat je bent. En ik heb afgelopen, omdat ik wist dat ik hier zou komen, heb ik veel naar je gekeken. En ik ben heel enthousiast geraakt ook over jou. Ik vind je grappig en je bent slim en je bent een integere vent. Dit gaat zo de verkeerde kant op. Ik voel dit aan alles. Nee, maar ik dacht wel, er was ook iets. Er is ook iets waarvan ik dacht van ja, maar er is ook iets. En dat wil ik je gewoon vertellen een keer. Wat maakt dat ik je niet helemaal kan omarmen? Holy fucker, holy. Ja, oké. Okay. Nou, let's. En ik dacht, nee, maar... Get it over with. Nou ja, ik dacht eerst van misschien is het iets van mij. Dat is vaak toch, als je iets irriteert. En toen ben ik een beetje omheen gaan vragen. Had ik het over jou? Iedereen ook net als ik, enthousiast, maar één dingetje. En eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, maar toen dacht ik nog van, dat is in die bubbel waar ik in zit. Van toen ben ik ook een beetje, nou, ik had ook contact met redactieleden van jou. Die vonden dat ook allemaal. Die vonden dat ook. En en ik dacht ook, weet je bent verdomme een man van 43 ook, weet je wel. En ik kan het wel gewoon, ik zal het je gewoon, bedoel, inderdaad, ik kan er heel veel over praten, maar. Het is. Nee, maar. Wat? Ja, maar wat is hier mis mee? Nee, nou, wat er mis mee is, dat is een goede vraag trouwens. Ja. Waarom stel ik die vraag ook, ja? Nou ja, je bent een man van 43. Het wordt een beetje. Dat is een beetje kalend aan het worden. Dat is helemaal niet erg, Arjen. Dat is helemaal niet erg. En nu is het een soort. Nog iets zo erbovenop van ik heb wel haar. Maar het is ook een beetje een pijl die wijst naar je kale hoofd. En volgens mij moet het eraf. Het ding doodeng dit. Volgens mij... Het probleem is een beetje, we proberen dat elke dag. Maar al die tondoses lopen hier stuk op. Dan heb ik dit een hele speciale. Nee. Ik heb het verzekerd voor heel veel geld. Ken je de ass van J-Lo? Dit is de reet van J-Lo, maar dan op mijn hoofd, zeg maar. Maar serieus? Nee, natuurlijk niet. Maar het is hoezo wel... niet? Nou, het is wel zo. Ik ben de eerste die grapjes maakt over mijn hoge voorhoofd. Dat zal iedereen in mijn omgeving beamen. Maar ik maak er geen grapjes over. Nee. Ik maak er geen grapjes over. Ik wil je helpen. Ja, is lief. Kun je dat ding alsjeblieft wegleggen? Het is alsof je met een geladen pistool zit. Ja, maar is dat zo belangrijk voor jou? Nee, het is helemaal niet belangrijk. Het maakt me ook niet zoveel uit. Het zou wel ook leuke televisie opleveren, misschien. Dat valt nog te bezien. Het zal vanavond leuke televisie opleveren, maar de komende maanden niet. Ik versta je niet, Arjen. Het ding is, ik heb het wel eens bedacht. En toen was tot mijn grote schrik, leek ik heel erg op Anders Breivik. En dat wil niemand. Dus als jij het aan wil doen dat een bekende talkshowpresentator als een Noorse terrorist door het leven gaat... Ja, dat wil ik wel. Dat is het probleem. Ha 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 ha!
Nou, dat was het interview, dames en heren. Hartstikke leuk dat je er was. Komt nooit meer goed natuurlijk. Die komen niet meer overheen. Nee, wat ik fascineert... Oh ja, ik heb jou inderdaad laatst ook... zien we elkaar ja, wel eens in ja, echt. Ja, we speelden samen in Toemler. In Toemler. Ja, voor de mensen die dat niet kennen... zitten misschien mensen hier ook van buiten Amsterdam. Je weet het niet. Maar dat is een kleine comedyclub onder een hotel. Eigenlijk een soort kelder. En jij bent daar ooit heel lang geleden begonnen. En je zit nu midden in je 11e theaterprogramma. En toen kwam ik je tegen en toen speelde je in... In Toemler, ja. Maar helemaal niet met nieuw materiaal, denk ik. Of ook een nieuw grapje. Ik had ook wel een paar nieuwe dingetjes, ja. Maar ik dacht toch, iemand die zo gevierd is... en tot zijn dood waarschijnlijk nog zalen kan uitverkopen... waarom ga je... Ik snap het wel een beetje, maar waarom ga je nog terug naar dat kleine clubje daar? Omdat dat wel voor mij is dat wel echt ook de basis. Daar is ook publiek wat niet speciaal voor mij komt. Nee. Die komen gewoon voor comedy. En ik vind het ook leuk om te hangen met jonge comedians. Dankjewel. Hij probeert ook invloed op ze uit te oefenen. Ze luisteren vaak niet. Nee, dat is jammer. Dat is jammer. Ja. Maar dat is... ik kom daar gewoon heel graag. Ja. En het is leerzaam ook. En dat is echt de liefde voor het vak. Gewoon. Ja, ja, ja. Want in die lijn het is het ook eigenlijk een vervolgvraag. Je maakt ook een hele bekende of een leuke podcast, vind ik. Met een geweldige titel, ben ik echt jaloers op. Ervaring voor beginners. Mm-hmm. En daarin spreek je met makers over het maakproces van wat ze doen. Ja. En dat vind ik ook fascinerend. Dat lijkt een beetje op die Toomler-vraag. Maar ik denk, jij weet toch al hoe je dingen moet maken? Nou, ik zie mezelf wel als een... toch ook nog steeds wel als een leerling of zo. Mensen hebben er ook heel erg de neiging om het te doen zoals ze het altijd doen. Hè? Of hun haar te dragen zoals ze het altijd dragen. Ja. Dus ja, ik probeer wel me te ontwikkelen en open te staan en te leren. En het is natuurlijk ook, ja, ik ben 56, dus dat is ook wel een leeftijd waarop het ook echt leuk is om ook kennis over te dragen ook. Ja, en zijn er dingen die je leert? Ja, er zijn veel dingen die ik heb geleerd. Weet je nog iets? Ja, een heel mooi ding. Bijvoorbeeld vond ik van Robert Alberding-Tijm, een scenario-schrijver. En die zei van het begin van mijn carrière... dacht ik altijd dat ik een soort mijn was. En dat ik al mijn goede ideeën uit mezelf moest scheppen. Mm-hmm. En op een gegeven moment realiseerde ik me... ik ben een lens. En ik moet juist kijken. En het komt extern, het komt van buiten. Ah. Ik moet gewoon goed kijken. Ja. Paulien Cornelissen die vertelde een heel mooi verhaal. Die zei van, ik beschouw mijn talent of het programma waar ik mee bezig ben... als een huisdier. En ik bedenk van, hoe kan ik zo goed mogelijk voor dat huisdier zorgen? Wat zijn de omstandigheden waardoor dat huisdier zich zo fijn... En dat zijn echt dingen die je dan implementeert in je... Nou ja, dat zijn dingen, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. En bijvoorbeeld wat Paulien zegt, is ook heel goed. Omdat, dat ken jij waarschijnlijk ook wel. Als jij een rotte avond hebt, dan denk je zelf dat je ook een middelmatig iemand bent. Of ja. Zo. En als je dat heel... Vooral als er iemand komt muiten met een tondeus, dan lig ik de hele nacht te huilen. Het is toch jammer. Maar om die twee dingen te scheiden, ja, dat vind ik hele intelligente en hele mooie dingen. Dus ja, ik heb daar zelf ook veel aan. Ja. Vind je het leuk om een keer gast te zijn? Of zeg je daar ook nee tegen? Dat vind ik heel erg leuk. Ik weet niet of ik jou iets kan vertellen waar jij... Tuurlijk wel, ja. Ja, nee, ja, prima. Dan, ik ga meteen niet verzinnen om je terug te pakken als ik dan bij je ben. Maar dat ga jij waarschijnlijk in knippen. Ik heb met haar en zo mag je met mij doen wat je wil in ieder geval. Ja. Wenkbrauwen. Ja. Ik heb het wel eens gehad dat ik bij een... Dat was een kapper, volgens mij een Syrische kapper was dat, denk ik. En die zei alleen maar wenkbrauwen. En ik dacht dat hij zo die lange haartjes weg zou halen. Ja. Maar toen kwam hij ook met zo'n tondeuze, ging hij er overheen. En toen heb ik echt 5 weken lang heel verbaasd gekeken. En mensen steeds maar vragen wat er was. En er was niks, weet je wel. Het was alleen die kapper. Ja, ja. Ik had je nog heel veel willen vragen, maar je hebt zelf heel veel tijd ingenomen door het bekritiseren van mijn uiterlijk. Sorry, Arjen. Jouw podcast duurt een uur. Dit gesprek is een stuk korter, dus ik ga alweer afronden. En op 1 begint ook zo, en anders gaan ze bellen en dat soort dingen. Theo Maassen, dankjewel. Ik zie je binnenkort alweer. Ja, leuk. Ja, groot applaus. Theo Maassen. Tijdens jouw Onbekend Terrein is nog een hele jaar te zien. Kijk op de speellijst voor meer informatie. Nog een applaus, Theo Maassen. En jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Doei. Rozen verwelken, scooters gaan hard. Kijk de uitzending terug op NPO Start. Mooi, toch? Prachtig. Sowieso alles van Gorter. Prachtig.